Voorzitter, afgelopen weekend waren we getuige van een enorme aanval van Iran op Israël met drones, ballistische raketten en kruisraketten. 99% werd onderschept, wat een enorme prestatie genoemd kan worden. Een lichtpuntje in deze duisternis was dat een groot aantal Arabische landen deze aanval afkeurden. En zelfs Jordanië hielp bij het neerhalen van Iraanse drones en raketten. Deze Iraanse aanval liet ook zien waarom het CDA altijd zijn zorg heeft gehad over het niet leveren van F-35 onderdelen. Eerder hebben we al gewaarschuwd dat Israël de F-35 nodig heeft in de bescherming tegen aanvallen van Hamas, Hezbollah en de Houthis. En dat zijn dan nog de proxies van Iran. Nu waren we getuige van een directe aanval van Iran op Israël zelf. Kan Nederland na deze grote geopolitieke verandering op basis van het wapenhandelsverdrag zelfstandig besluiten om toch de benodigde onderdelen te leveren met als voorwaarde dat deze F-35's niet worden ingezet in Gaza? Vraag ik de premier. Graag een reactie. Voorzitter, waarmee Israël de afgelopen weekend werd geconfronteerd, wordt Oekraïne al helaas 2 jaar dagelijks mee geconfronteerd. En het Institute for Study of War heeft gisteren ook een artikel gepubliceerd en aangetoond dat de aanvallen van Rusland telkens effectiever worden. Wat Israël ons heeft laten zien, is dat je jezelf kunt verdedigen tegen dergelijke aanvallen. En wat het CDA betreft moeten we alles op alles zetten om Oekraïne in gelegenheid te stellen om zichzelf te verdedigen. En Oekraïne heeft hier al aangegeven 7 Patriot-systemen nodig te hebben. Duitsland heeft er inmiddels al 1 toegezegd. Dat was ook de reden dat wij als CDA 2 weken geleden door middel van schriftelijke vragen een oproep deden om hier net als eerder bij de F-16's, de Howitzers en de tanks ook opnieuw als Nederland het voortouw te nemen. Staat er niet nog een Nederlands Patriot-systeem in de reserve? En ik begrijp de zorg over de eigen bescherming of het getraind houden van ons eigen personeel. Maar kunnen we bijvoorbeeld niet tijdelijk samen met de Duitsers gaan trainen, zodat er wellicht capaciteit beschikbaar komt? Of zijn er andere creatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld het opstellen van Patriots langs de Poolse grens met Oekraïne, zodat we een klein gedeelte van het Oekraïnse luchtruim kunnen beschermen? Want nu al schenden soms Russische raketten of drones of brokstukken daarvan het NAVO-luchtruim. En ondertussen zie ik het demissionair kabinet op termijn meer willen investeren in luchtverdediging. Maar waarom wachten tot 2028 als we weten dat fabrikanten van de Patriots nu al capaciteit over hebben? Verder is het onverteerbaar dat we bij Zeeland olietankers van de zogenoemde Dark Fleet af en aan blijven varen en daarmee de Russische oorlogsmisdaadmachine blijven sponsoren. Wat kan Nederland nog meer doen om de oorlogskas van Rusland via deze oliehandel af te knijpen? Het is ingewikkeld, mag geen excuus zijn. Is er noodwetgeving nodig waarmee de handel op korte termijn kan worden aangepakt en bedrijven die dit faciliteren kunnen worden gestraft? Graag een reactie.